Kijk, ik vind zelf, vind ik, de werkzaamheden die ik doe, vind ik gewoon heel leuk. En die zijn heel dynamisch. Heel veel verschillende ondernemers. Ook heel waardevol en dankbaar werk in de zin dat wij ook echt waarde toevoegen. Dus wij zien ondernemers ook stappen verder komen. Hè? Medewerkers aannemen, extra markten aanboren, groeien binnen huidige business. Dat zijn altijd leuke processen. Ik heb ooit een keer in China een bedrijf eigenlijk omgeturnd, zeg maar, en het weer winstgevend gekregen. Maar dat is een heel ander type proces. Hè? Dus als je met groeiende ondernemers werkt, is het heel leuk, positief. Iedereen die wordt daar enthousiast van, zeg maar. Volledig wat wij doen met onze klanten, is wat wij bij hun teweeg brengen. Door inhoudelijk goed onderlegd te zijn, maar ook in het persoonlijke contact in staat te zijn over te brengen wat er moet gaan gebeuren en dat er wat moet gaan gebeuren. Dus geen helder zicht op de toekomst, ook financieel gezien. He, dus wel ideeën hebben dat er iets mogelijk is, maar dat niet kunnen onderbouwen. He, dus een gebrek aan onderbouwing en in dit geval een financiële onderbouwing. Een andere uitdaging is voor veel ondernemers dat ze er alleen voor staan. He, dus ze moeten het zelf doen. En ze moeten dus ook alle ideeën en inspiratie en motivatie altijd weer uit zichzelf halen. En dat is ook niet eenvoudig om dat te blijven doen. En ja, waar heel veel ondernemers een uitdaging hebben is hoe is hun salesproces georganiseerd. Maar actief sales gaan doen en dat op een goede manier inrichten waarbij je ook kan meten wat het resultaat is van je inspanningen en wat uiteindelijk voortkomt uit jouw salesproces, dat hebben veel ondernemers niet inzichtelijk. En dat is waar wij een rol spelen. Dus dat is voor een heel groot deel de extra waarde die wij toevoegen, is om daarvan uitgaande, je hebt inkomsten of bepaalde financiering, je hebt cijfers tot nu toe. Wat betekent dat voor jouw toekomstige groei en de plannen die je daarvoor hebt?